Welkom bij de kennissessie van Stichting Lezen en Schrijven Lokaal Digitaal. Mijn naam is Tim Groeneboom, ik ben adviseur digitale inclusie en projectleider van het project Gamification en Serious Gaming. En ik ben Jennifer de Boer, adviseur voor de aanpak van lage lettertijd in de regio Zaanstreek-Waterland. En daarnaast coördineer ik samen met Tim het thema digitale inclusie bij Stichting Lezen en Schrijven. Vandaag gaan we het hebben over digitale inclusie en hoe dit op lokaal niveau aangepakt kan worden, samen met de aanpak van laaggeletterdheid. Dit doen we door middel van het geven van praktische tips en voorbeelden. En daarnaast komen ook gemeenteambtenaren en digitaalhuiscoördinatoren aan het woord. En we introduceren ook ons 8-stappenplan Digitaal voor het Leven. Daarnaast zullen nog de heer Huizing, wethouder onderwijs en jeugd van de gemeente Coevorde en Gea Mepsen, de beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente Coevorde, aanwezig zijn. En Tessa Persijn, specialist basisvaardigheden van de bibliotheek Midden-Brabant, die is hier vandaag ook aanwezig. Jennifer, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat mensen eigenlijk voor beeld hebben bij digitale inclusie. Het leek me leuk om dat te doen door middel van een Mentimeter. Dus ik zou zeggen, pak allemaal je mobiel erbij. Want het is het handigste om de Mentimeter op de mobiel te doen. Op jullie scherm zien jullie nu een QR-code, maar ook een URL met een code. Als je daar naartoe gaat, dan staat daar de vraag hoe jij digitale inclusie ziet. Laten we even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja, dan komen de eerste antwoorden binnen. Meedoen. Trippeloos voor iedereen. Iedereen kan meedoen. Veel iedereen. Dus dat is al zeer inclusief. Meedoen. Ook als alles steeds digitaler wordt, ja. Even kijken, komt er nog meer? Wat valt jou nog meer op, Jennifer, als je dit zo ziet? Nou, wat ik zie is dat het aan de ene kant noemen mensen de vaardigheid. Dat je de vaardigheid moet hebben om digitaal actief te kunnen zijn. Maar ook het meedoen wordt veel genoemd. Ja. En dat is inderdaad wel, digitale inclusie gaat erover. Kan jij meekomen in de digitale wereld? Ja. Dus dat zie je ook wel veel. Zijn er nog meer reacties binnengekomen? Ja, deelnemen. Ja, dit is ook dat het voor iedereen makkelijk is om mee te doen. Dat is ook een punt waar we het straks zeker nog even over gaan hebben. Ja, het is nog een beetje, en begrijp ik, hoog over. Het is ook een heel breed onderwerp en thema. Jennifer, waarom vindt Stichting Lezen en Schrijven digitale inclusie belangrijk? Nou, ook vanwege dat meedoen. We vinden het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Ook als je laaggeletterd bent. Dus als je moeite hebt met lezen en schrijven en rekenen. Vinden we het belangrijk dat je mee kan doen. Want onze samenleving wordt daar sterker van. En wat je ziet is dat digitale vaardigheden steeds meer nodig zijn. Steeds meer dagelijkse zaken moet je digitaal regelen. Of je nou een bardienst moet invullen op de sportclub van je kind. Of internetbankieren. Of een afspraak maken bij het ziekenhuis. Steeds meer dingen gaan digitaal. Mm-hmm. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat daar aandacht komt voor die digitale inclusie. Ja, heel goed. En heeft Stichting Lezen en Schrijven daar nog een bepaalde visie of iets op? Zou je er wat meer over kunnen vertellen? Ja, we hebben ook nagedacht over wat betekent digitale inclusie voor ons. En eigenlijk zeggen wij, in een digitaal inclusieve samenleving is het normaal om rekening te houden met mensen die minder digitaal vaardig zijn. En is de overheid altijd online en offline toegankelijk voor burgers? Is het altijd mogelijk om online, maar ook offline, dus telefonisch of aan een loket, hulp te krijgen? Wat we verder belangrijk vinden, dat het in een digitaal inclusieve samenleving, dat iedereen in een vertrouwde omgeving, dus voor hem of haar vertrouwd, kan werken aan het verbeteren van digitale vaardigheden als hij dat wil. En uiteindelijk dat iedereen in staat is om digitaal bewuste keuzes te maken.
Ja, dus best wel divers van hulp krijgen tot aanbod van ja, om te kunnen leren tot aan ook een vraag kunnen stellen als dat nodig is. Ja. Interessant. Nu houdt Stichting Lezen en Schrijven zich voornamelijk bezig met het verhelpen en voorkomen van laaggeletterdheid. Lezen, schrijven en rekenen. Mm-hmm. De basisvaardigheden ook wel genoemd. Wat is eigenlijk het verband tussen laaggeletterdheid, basisvaardigheden, digitale inclusie? Nou, enerzijds is het zo dat digitale vaardigheden in onze samenleving eigenlijk tot de basis behoren van wat je moet kunnen. Ik zei het net al, er is heel veel wat je digitaal moet regelen en dat wordt er alleen maar meer. Dus het is al een basisvaardigheid op zich. Maar waarom het voor ons extra belangrijk is, is omdat als je moeite hebt met lezen en schrijven en met, ja, we zeggen rekenen, maar het is ook het omgaan met schema's, schematische weergaven van zaken, getallen, dan is de digitale wereld nog een hogere drempel om je overheen te zetten. Ja. Dus wat je ziet is dat mensen die moeite hebben met die basisvaardigheden heel veel moeite hebben om digitaal mee te kunnen komen. Ja. En het is ook uit onderzoek van de Universiteit Twente gekomen. Die hebben in 2020 een rapport uitgebracht, Digitale Vaardigheden, een onderzoeks- en beleidsagenda. En daarin geven ze ook aan dat geletterdheid en gecijferdheid aan de basis staan van digitale vaardigheden. Okay. Daar hebben wij deze weergave van gemaakt. En ook echt in verband gebracht met elkaar. Omdat je duidelijk ziet, het is van invloed op elkaar. Ja. Nou, mooie schematische weergave. Geeft goed inderdaad aan dat je gecijferdheid en geletterdheid nodig hebt om die gevaarlijk te kunnen zijn. Maar nog een beetje hoog over. Heb je ook iets om te laten zien hoe dat echt in de praktijk zoiets eruit ziet? Ja, daar kan je een heel simpel voorbeeld van geven. Neem een website als dit. Stel, je hebt een nieuw koffieapparaat nodig. En je wilt die online bestellen. Dan moet je natuurlijk allereerst weten hoe je bij die website terechtkomt. Maar dan ben je er nog lang niet. Nee. Hier zie je dat je moet het juiste zoekwoord in weten te typen. Dus je moet bedenken, wat is een goed zoekwoord waardoor ik de producten krijg die ik wil zien. Je moet de informatie die er staat kunnen lezen en daaruit halen wat voor jou belangrijk is. Ja. Je moet ook de schematische weergave hiervan begrijpen. Je moet de prijzen kunnen vergelijken. Je moet kunnen begrijpen wat daar staat. Hoge korting. Is dit echt een korting? Ben ik nu hier goedkoper mee uit? Dus die gecijferdheid zit daar ook in. Ja. En daarnaast heb je de digitale vaardigheden. Nou, hoeveel hier 805 resultaten. Die wil je niet allemaal moeten doornemen. Nee. Dus je moet begrijpen als je een filteroptie aanklikt. Dat je dan een selectie van het geheel te zien krijgt. Ja. Maar ook dat de rest dan uit beeld verdwijnt. Je moet kunnen klikken op meer informatie. En ook weer terug kunnen gaan naar het totaaloverzicht. Dus eigenlijk zie je in zo'n soort redelijk alledaagse handeling, het aanschaffen van een nieuw koffieapparaat, heel veel vaardigheden terugkomen. En dan moet je überhaupt nog op de pagina zien te komen. Dat, en dan moet je hem nog betalen online. Ja. En je moet nog je gegevens invullen en zorgen dat hij bij jou thuis komt. Dus dat vraagt best wel wat. Het is meer dan alleen de digitale vaardigheid om op internet rond te kunnen struinen. Ja. Ja, mooi voorbeeld. Dat zet wel even alles in perspectief eigenlijk. Maar ik kan ook bedenken, als iemand dit lastig vindt en wil leren, dat er gewoon allemaal cursussen, trainingen zijn voor digitale vaardigheden. Dan als mensen daar gewoon gebruik van maken, dan is het probleem gewoon opgelost. Ja, nou ja, we hebben net gezien, het is heel fijn dat er een steeds meer aanbod is voor digitale vaardigheden, maar we hebben ook net gezien dat er een duidelijke samenhang is tussen de verschillende basisvaardigheden. Die samenhang die er is tussen de basisvaardigheden ontbreekt nog wel eens tussen ook de verschillende beleidsterreinen in de gemeente die bezig zijn met digitale aspecten. Maar ook tussen de netwerken die lokaal zijn op de basisvaardigheden. Ja. Maar ook tussen de plek waar vragen binnenkomen. Je kan je voorstellen als iemand bij het ziekenhuis moet zijn en die moet daarvoor zijn patiëntendossier openen.
dat die met vragen daarover bij het ziekenhuis aanklopt. Nou, dan wil je graag een samenwerking hebben tussen de plek waar vragen binnenkomt en de ondersteuningsstructuur die er in een gemeente is. Ja. Nou, hoe breng je die dingen nou beter bij elkaar? Hoe zorg je er ook voor dat je dienstverlening, dus als ziekenhuis of als gemeente, dat je dienstverlening toegankelijk is? Dat zijn best wel veel vragen om over na te denken. Ja. Ja, dus het zijn eigenlijk allemaal soort verschillende componenten, raderen, zou je kunnen zeggen, die allemaal bij elkaar komen. Dat lijkt me ook wel eigenlijk een hele opgave om als gemeente of als netwerk te kijken van waar moeten we dan mee beginnen of op inzetten ook. Ja. Nu heb jij daar iets met collega's voor gemaakt, omdat de gemeente en de aanwezigen hier daar een beetje bij te helpen. Klopt, ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja. Wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk gekeken naar welke onderdelen moet je allemaal aandacht aan gaan besteden. En moet je nou gaan kijken als je aan de slag wilt met digitale inclusie binnen je aanpak van laaggeletterdheid. Ja. Dus hoe integreer je dat binnen de aanpak die je al hebt. En dat hebben we gedaan aan de hand van 8 stappen. Die inzichtelijk maken aan welke knoppen kun je allemaal draaien. Maar ook door duidelijk te maken, als je aan deze knop draait, wat gebeurt er dan op een ander punt? En dat is ook wat ik wel graag wil benadrukken. Het is niet een losse aanpak, dus niet iets wat je naast je aanpak van laaggeletterdheid moet doen. Maar wat we met die 8 stappen willen laten zien is, hoe kan je binnen dat wat je al doet, hoe kan je dat uitbreiden, zodat je ook digitale inclusie daarin meeneemt. Oh ja. Dus er is eigenlijk al heel veel. Zeker. Alleen het helpt je om dat even bij elkaar te brengen en inzichtelijk te maken. Ja. Je zegt stappenplan. Moet je dan als gemeente ook alle stappen volgordelijk gaan doorlopen? Nee. Dat hoeft niet. Dat kan wel. Maar wat je zult zien is dat je aan de hand van die 8 onderdelen ook heel goed kan kijken in je gemeente. Oh, wat loopt er al goed? Hey, dit hebben we eigenlijk al heel goed op orde. Maar op een van de andere punten zouden we misschien wat meer moeten doen om echt die digitale inclusie goed te integreren. Okay. Dus je kunt het als stappenplan van 1 tot 8 doorlopen. Ja. Maar je kan ook het gebruiken als een soort checklist voor jezelf. Hey, waar staan we? Of met je netwerk. En waar zouden we volgende stappen op willen zetten? Oké. Nou, benieuwd. Laten we gaan kijken hoe de stappen eruit zien. Ja. Ik zal ze even kort toelichten, want we willen ook graag tijd hebben om de gemeente aan het woord te laten en Tessa Parzijn aan het woord te laten. Maar stap 1 is, ga aan de slag met de bewustwording. En dan bedoel ik de bewustwording binnen je gemeente. Mm-hmm. Dus onder je collega's van andere beleidsterreinen die een raakvlak hebben met digitale inclusie. Maar ook in je netwerken. En dus het is belangrijk dat iedereen in dat netwerk zich goed beseft wat is eigenlijk het belang van digitale inclusie als je aan de slag gaat met laaggeletterdheid. En als je laaggeletterdheid wil verminderen. En wat is dan precies belang? Is dat het belang van de gemeente of belang van de doelgroep, de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven uiteindelijk, en vaardigheden? Ja, uiteindelijk wil je als gemeente heel graag dat je inwoners goed kunnen meedoen. Ja. Hè, en dat zij zelf hun zaken kunnen regelen en zelfstandig keuzes kunnen maken. Ja. En daar moet je dus naar kijken, waar lukt dat niet goed en wat hebben mensen daarvoor nodig? Oké, dus om ook een beetje beeld te hebben van de lokale problematiek bij stap 1. Ja, zeker. Okay. Ja. Dus bijvoorbeeld in de ene gemeente zul je zien dat het heel veel gaat over ouderen die moeite hebben met digitale zaken. En in een andere gemeente kan je, als je kijkt naar de lokale context, tot conclusie komen. Nee, bij ons zit het veel meer op jongeren of ouders van schoolgaande kinderen waar we nu op in zouden moeten zetten. Okay. Dus dat is goed om dat in beeld te hebben en die informatie ook te agenderen. En daar bewust van te zijn. Ja, in je overleg. Nou, de tweede stap is, kijk naar je netwerk. In heel veel gemeenten is een stevig taalnetwerk. Breid die netwerken uit. Zorg dat je daarin ook digitale organisaties meeneemt.
bijvoorbeeld Stichting Senior Web of wat je voor lokale digitale initiatieven hebt. Maar neem ook de organisaties uit het sociale domein mee. En ik gaf het net al aan, vaak komen daar de vragen binnen. Okay. Van waar mensen tegenaan lopen. Ja. En de dienstverleners, dus degene die de digitale diensten aanbieden. En dat zijn er in je gemeente een aantal lokale organisaties. Dat kunnen soms ook landelijke organisaties zijn, zoals banken of uitvoeringsorganisaties. Ja, okay. Woningbouwvereniging, ja. De huisartsen, dat soort organisaties. Vervolgens ga je met elkaar kijken, wat is voor ons nou digitale inclusie? Wat is daar belangrijk in? En daarin komt dus ook weer het onderzoek uit stap 1 naar voren. Mm-hmm. Daarvoor moet je goed weten, wat speelt er binnen onze gemeente? Digitale inclusie is een heel erg breed terrein. Ja. Wat zou de focus moeten zijn? Dat is heel belangrijk om dat aan te brengen, zodat je weet waar je met z'n allen naartoe werkt. Of waar je met een aantal partners uit het netwerk naartoe werkt. Ja. Dus breng dat goed in kaart en stel ook echt doelen en actiepunten. En daarbij wie doet wat en wie heeft welke rol daarin. Oké. Okay. Nou, als je dat hebt gedaan, dan heb je een mooi netwerk en je hebt goed in kaart wat er aan de hand is. En dan is het tijd om ook even naar jezelf te kijken. Ja, zeker als gemeente, maar ook als andere partijen in het netwerk. Wat vraag je eigenlijk van mensen op digitaal vlak? Okay. Zorg dat wat je digitaal hebt georganiseerd, dat dat ook toegankelijk is. En dat betekent, zorg dat de taal eenvoudig is en begrijpelijk is. Maar zorg ook dat de manier waarop je door je website heen navigeert begrijpelijk is, overzichtelijk is. Ja. Maak geen onnodig ingewikkelde online formulieren bijvoorbeeld. Nou, dat soort zaken. En zorg dat er altijd iemand is die vragen van mensen daarover kan beantwoorden. Oh ja. We hadden het voorbeeld van een gemeente die een digitale aanmeldzuil heeft. Merkte dat mensen daar toch moeite mee hebben. Nou, dan is het fijn als daar iemand bij in de buurt staat die zegt, kan ik je helpen hiermee? Oh ja. Want er zijn ook gemeenten die voorbeelden geven in het stappenplan, volgens mij. Ja. We hebben twee gemeenten gevraagd om per stap te vertellen hoe zij dit aanpakken. Okay. Dat is een wat kleinere gemeente en een middelgrote gemeente. En dan kan je dus ook zien hoe dat in de praktijk bij hen uitpakt. Mooi. Ja. Ja, stap 4. Als ik die hoor, dan denk ik, dan kan ik ook gelijk nog een andere kennissessie hier pluggen van ons. Dat is namelijk waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Wat helemaal gaat over de dienstverlening toegankelijk maken, begrijpelijk communicatie. Dus mocht je ook je echt alvast willen verdiepen in stap 4, ga dan weer naar de website en meld je aan voor de kennissessie. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Nou, ook weer de kennissessie. Volgens mij is die morgen. Ja. Dus heb ik gelijk dat voor andere collega's geplucht. Ja. Stap 5. Stap 5. Nou, daar maken we de stap naar de inwoners zelf. Bied directe hulp. Zorg dat er en mensen die met een digitaal probleem zitten, die komen vaak niet met de vraag, nu wil ik graag mijn digitale vaardigheden verbeteren, maar ze willen gewoon het probleem opgelost zien. Ja. Dus zorg dat je daarvoor een heel laagdrempelige infrastructuur hebt in je gemeente voor die directe hulp. En dat kan zowel online zijn als telefonisch, maar vooral ook op fysieke locaties in de buurt. Ja. Nou, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de informatiepunten Digitale Overheid, de IDO's. Maar het kan ook een digitaal café zijn. Zeker ook de spreekuren die er in buurthuizen zijn, die vanuit het sociale domein worden georganiseerd. Ja. Dat zijn allemaal plekken waar mensen met hun vragen terechtkomen. Ja. Wat daarbij belangrijk is, is dat mensen niet alleen goed geholpen worden, maar dat de mensen die daar zitten, de vrijwilligers of de medewerkers, ook zich bewust zijn van, is dit nou een digitale vraag of zit er misschien ook iets meer achter? Vind je het ook moeilijk om de informatie die hier staat te begrijpen? Vind je het moeilijk om dit in te vullen? En dat de mensen die op die plekken zitten ook goed kunnen doorverwijzen naar als iemand extra ondersteuning nodig heeft of zou willen. Ja, dus als je vraag beantwoordt, geef je een beetje de vis. Ja. Maar bij het aanbod om te leren, de vaardigheid echt te leren, geef je een beetje de hengel. Om het een beetje... Ja.
ja, zo te zeggen. Ja. Waarbij je ook moet weten, sommige mensen hebben gewoon honger, die willen vis eten. Ja, nee, die dus moet eerst de honger stillen. Precies, ja, juist. Nou, en dan stap 6. Daar komen we inderdaad bij het aanbod van digitale vaardigheden. Het is heel belangrijk dat dat aanbod er is, maar vooral dat er passend aanbod is. En ook daar is het dus weer belangrijk dat je weet wie is je doelgroep, waar zitten de vragen van mensen. En zorg dat er een gevarieerd en passend aanbod is. Okay. Voor de een wil graag aan de slag individueel met wat begeleiding. En de ander zegt nee, doe mij maar in een groepje, vind ik prettiger. De een wil een grondige cursus van A tot Z om alles te leren wat er te leren valt. En de ander zegt nee, ik wil alleen maar leren om te gaan met dit patiëntenportaal. Ja. Voor mij is een middag dat iemand mij daar wegwijzen maakt voldoende. Ja, ja, en ook misschien dat de vaardigheid waar iemand in eerste instantie mee komt, niet de onderliggende vaardigheid is wat het echt een probleem geeft. Dus precies. Digitale vaardigheden, daar kan het van zijn dat dat een lagere drempel is om aan te geven dat je het gewoon niet snapt. Ja. Of ja, het is gewoon niet voor mij, of maar nu wil ik het toch wel leren. Maar dat je erachter zou kunnen komen dat het eigenlijk door lezen en schrijven komt, dat iemand moeite heeft ermee. Ja. Zeker. Ja. Nou, dat is ook wat een van de gemeentes die aan het woord komt ook vertelt. Dat ze digitale vaardigheden vaak ook gebruiken als een soort ingang om ook de andere basisvaardigheden bespreekbaar te maken met iemand. Ja, ja, mooi. Ja. Stap 7, heel belangrijk. Motiveer bewoners om of inwoners om ook aan de slag te gaan. Ze komen niet vanzelf. Heel veel mensen komen wel vanzelf, omdat ze tegen een probleem aanlopen. Maar dat is nog wat anders dan dat je je vaardigheden wilt verbeteren. En hierbij is het heel belangrijk dat de mensen bij wie die vragen binnenkomen, dat die dus goed zo'n gesprek kunnen voeren. En het sluit daarbij altijd aan bij wat mensen zelf willen, wat voor hen belangrijk is. En ga vanuit daar het gesprek aan. Mensen. Dus stel ook vragen over waar heb je digitale vaardigheden voor nodig en wat zou je dan willen kunnen en wat zou je willen leren, zodat je ook heel goed die koppeling kan maken naar een passend aanbod. Ja. Ja. En tot slot, niet de meest geliefde stap, maar wel een belangrijke, monitor ook. Je hebt bij stap 3 heb je doelen geformuleerd. Ja. Nou, alleen al voor je netwerk is het heel belangrijk om te kijken, zitten we op het juiste pad? Doen we de juiste dingen? Maar bij digitale vaardigheden is het ook zeker zo dat de ontwikkelingen gaan zo snel, dat je ook voortdurend moet kijken, zijn er nieuwe digitale toepassingen gekomen? Is het nodig dat we daarop aanbod creëren? En wie heeft daar met name moeite mee? Hoe bereiken we die mensen? Dus dat is een hele belangrijke om in je netwerk voortdurend te controleren, doen we het juiste? Moeten we iets nieuws oppakken? Werkt dit nog? Of is hier geen vraag meer naar? En bereiken we daarmee wat we willen? Ja. En hoe kan je dat concreet echt doen? Ik weet dat bij lezen en schrijven gebruiken we de PDCA-cyclus. Plan, do, check, act. Zijn er ook nog meer van dat soort? Zeker, die zijn er. En er zijn natuurlijk ook monitoringstools die je al gebruikt in je gemeente. Zowel vanuit de gemeente als wanneer je aanbieder bent. Hè. Dus leg die dingen ook naast elkaar. Ja. Iedereen monitort bijvoorbeeld de resultaten van de webgelden. Nou, leg die uitkomsten ook naast de subsidieverantwoordingen die je krijgt. Bijvoorbeeld van het IDO of van de non-formele partners in je netwerk. Maar er zijn ook, en daar kan je in het stappenplan ook meer over lezen, hele goede manieren waarop je kwalitatief zeg maar met elkaar kunt kijken. Oh ja. Hey, waar staan we nu en hoe betrekken we hier ook bijvoorbeeld de doelgroep die we beogen te bereiken bij? Ja. Op zo'n manier dat we van hen ook de input krijgen. Doen we nu het juiste? Is dit waar je behoefte aan hebt? Ja. Dus kijk daar zeker voor in het stappenplan. Nou, super. Een gemeente die zich de afgelopen tijd heeft ingezet op het stuk van bewustwording en echt inleven in de lokale problematiek, dat is de gemeente Coevorde. En ik ben bij hen langsgegaan in Coevorde en in gesprek gegaan met Gea Mepsen, beleidsadviseur Sociaal Domein en wethouder Huizing, wethouder Onderwijs en Jeugd. Laten we even kijken hoe dat ging.
We zijn vandaag in de gemeente Coevorden om van hen te horen hoe zij zich inzetten voor digitale inclusie. Ik spreek met wethouder Huizing, Onderwijs en Jeugd en GM Mepsen, beleidsadviseur Sociaal Domein. Laten we gaan kijken. Bedankt dat we hier aanwezig mogen zijn in de prachtige gemeente Coevorden. Wat is volgens jullie digitale inclusie? Ja, volgens mij is digitale inclusie heel simpel. Het betekent eigenlijk gewoon het mee kunnen doen in de digitale wereld. Het gebruik van allerlei digitale apparaten wordt zoveel belangrijker in onze samenleving. Ja, en we zien net als met de vaardigheden als lezen en schrijven en rekenen, ja, dat ook de digitale vaardigheden gewoon voor sommige mensen een stap te ver zijn. Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden? Eigenlijk omdat je wil dat iedereen gewoon kan meedoen in de samenleving. Iemand moet niet op achterstand komen omdat hij een bepaalde vaardigheid, die ook nog eens een keer aan te leren is, die ook soms wel te maken heeft met even een stap durven zetten, even een stap kunnen zetten, even een duwtje in de rug krijgen dat hij die niet heeft. Dus dat vinden we heel belangrijk, dat al onze inwoners dat die gewoon op die manier wel kunnen meedoen. Gea, jullie hebben ook een onderzoek gedaan om echt te kijken naar de bewoners van de gemeente Coevorden. Van, ja, hoe zij zich bezighouden met digitale vaardigheden, welke vaardigheden ze nodig hebben. Waar ze tegenaan lopen, om daar even op in te zoomen. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Ja, het was voor ons vooral belangrijk om inderdaad meer, als alle inwoners meedoen, hoe zorgen we dat ze mee kunnen gaan doen, om een beeld te krijgen wat is dan nodig. Dus we hebben inderdaad vanuit naar Stichting Lezen en Schrijven gevraagd naar het onderzoek uit te voeren. Mm-hmm. En daarbij ook te kijken van, goh, wat is er al aan onderzoek bekend, maar wat betekent dat ook als je dat dan projecteert op de gemeente Coevorden voor ons. En daarbij dus ook, we doen altijd aannames, hè. Jeugd is al heel erg vaardig met mobieltjes, maar zijn ze daarmee ook voldoende digitaal vaardig? Nou, dat blijkt wel dat dat niet zomaar aangenomen kan worden. Ja. En ook dat we voor aannames, dat dat voor ouderen niet geldt, nou ja, dat wil je wel graag zeker weten. En dan ook zo van, oké, wat kunnen we dan gaan doen om daadwerkelijk ook te zorgen dat iedereen mee kan gaan doen en vaardig is? Ja, waarom hebben jullie ervoor gekozen om bepaalde digitypen te ontwikkelen? Omdat we dan vooral ook weten hoe we groepen kunnen bereiken of mensen kunnen bereiken. Omdat eigenlijk geen mens is hetzelfde. En dan is het wel heel erg handig. Zit er met name bij het type, heb je vrees of vind je het vooral niet nodig? Moeten we je in je persoonlijke omgeving benaderen? Of kunnen we, welke communicatiekanalen kunnen we vooral inzetten? En welk aanbod hebben we daar nodig? Hoe hebben jullie dat aangepakt, het ontwikkelen van groepen type? We zijn in ieder geval vanuit het overkoepelend laaggeletterdheidsnetwerk hebben we wel een focusgroep, werkgroep samengesteld rondom digitaal. En daar zit bijvoorbeeld dan ook Humanitas bij in, digicoaches. En die digitypes hebben we eigenlijk vanuit, denk in vanuit je persoonlijk netwerk. Wie is er minder vaardig? En daar hebben we een aantal vragen bij geformuleerd. Die hebben we beantwoord met elkaar om die digitypes te kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Het is heel erg vanuit omgeving. Wie kom je in je dagelijks leven tegen, je professioneel? Kom je tegen en hou die voor ogen. En van daaruit hebben we de digitypes ontwikkeld. Ja, om eigenlijk een soort maatwerk ook te kunnen bieden voor zo'n digitype. Ja. En daar hadden we wel al, want het is wat ik net al noemde, jongeren, ouderen en eigenlijk iedereen daartussenin, wel gezegd, we kunnen niet gelijk voor iedereen iets gaan betekenen. Dus we hadden al een focusgroep eigenlijk rondom senioren met elkaar bepaald. Mm-hmm. En met die bril op vooral gaan nadenken, wie ken je en wat houdt iemand tegen? Maar wat zou ook iemand kunnen bewegen om wel gebruik te maken van het aanbod wat we al dan niet al hebben of wat we misschien juist moeten gaan ontwikkelen. Welke inzichten heeft het onderzoek opgeleverd? Het onderzoek heeft ons in ieder geval een aantal inzichten gegeven of inzichten aannames bevestigd. En dat is dat er onder de groep van de senioren best wel heel veel digivrees is. Maar ook een groep juist die niet die vrees heeft, maar het niet meer nodig vindt om nog vaardig te zijn. Ook eigenlijk vindt dat die hele ontwikkeling daarin, dat ze daarin niet erkend worden. Als een groep van, goh, je moet misschien je dienstverlening anders inrichten.
En wat het ook wel heel erg naar boven bracht, is wil je mensen gaan bereiken, moet je echt in het persoonlijk netwerk van deze mensen zitten. Okay. Dus dat betekent ook dat algemene communicatie hartstikke leuk, maar persoonlijk contact en dat gesprek hebben en daarin wijzen op mogelijkheden, of nou, in ieder geval het signaleren, ja, dat dat belangrijk is. Wat heb je uiteindelijk met de inzichten van het onderzoek gedaan? Maar die inzichten waren voor ons wel ook heel erg belangrijk om te zien dat je een netwerk is dus belangrijk, maar ook coördinatie op het netwerk. En daar hebben we dus ook een tijdelijk een digitaal coördinator voor ingezet. Juist om meer bekendheid te kunnen geven en het netwerk te kunnen uitbreiden, maar ook om gericht dingen te kunnen gaan ontwikkelen. Dat is ook belangrijk. Ook als vraagbaak te kunnen dienen. Nou, het vraagt gewoon veel tijd en aandacht en daarvoor hebben we extra tijd en ruimte vrij kunnen maken. Hoe pakken jullie als gemeente op het gebied van laaggeletterdheid en digitaal de regie? Kijk, er zijn heel veel partijen bij betrokken die ook allemaal gewoon met dezelfde hele goede intenties hele goede dingen doen. En wat wij gewoon zien is dat daar moet wel iemand zijn die dat bij elkaar brengt. En onze ervaring is, als je dat maar doet, als je daar als gemeente het initiatief in neemt en mensen bij elkaar zet, ja, dan komt die samenwerking die komt volop gang. En dan ontstaat er een hele mooie dynamiek. En dan zijn het niet meer allerlei partijen die afzonderlijk met goede dingen bezig zijn. Maar dan is het eigenlijk een samenwerking tussen partijen die met nog veel betere dingen bezig zijn. Ja. En dat betekent dus dat je in ieder geval moet investeren in iemand die die regierol ook oppakt. En dat is heel logisch, vinden wij, dat de gemeente dat doet. Hebben jullie als gemeente Koevoorde nog een tip voor de gemeenteambtenaren en digitaalhuiscoördinatoren die nu kijken naar deze kennissessie? Ja, wat mij betreft, ga aan de slag. Maar doe dat niet zomaar. Ga gewoon eerst nadenken op wie je wilt gaan inzetten. En zorg dat je dan goed helder krijgt wat je nodig hebt om die mensen op de goede manier te bereiken. En dat je die ook bereikt met, ja, eigenlijk met het aanbod wat ze nodig hebben. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Dus ga aan de slag, maar ga gewoon heel gericht aan de slag. Ja, ga met je netwerkpartners aan de slag. Want die zitten met hun voeten in de klei of het veen, om het zo maar te zeggen. Die zien de inwoners, weten wat er speelt. En kunnen ook heel goed meedenken in, ja, wat ik net al noemde. Er zijn gewoon verschillende digitypes, dus ook verschillende aanpakken nodig. En daar zijn ze echt heel goed toe in staat om daar een passende oplossing voor te bieden. Nou, super tip. En bedankt voor alle voorbeelden. En fijn dat we weer even vandaag mochten aanschuiven. Ja, en dan staat daar opeens Tessa Persijn, specialist basisvaardigheden van de Bibliotheek Midden-Brabant. Tessa, welkom bij deze kennissessie. Heel fijn dat je hier aanwezig wilde zijn. Herken jij dingen uit het gesprek wat ik had met gemeente Koevoorde? Ja, ik haak vooral wel aan op die communicatie. Wat ze dan zeggen van, ja, je kan het eigenlijk echt alleen maar op de doelgroep doen. Je moet het niet vanuit jezelf doen. Wij kunnen mooie dingen bedenken, maar als het niet aanslaat bij de belevingswereld van, dan bereik je je doel niet. Mm-hmm. Dus ja, wat dat betreft ben ik het ook helemaal met ze eens. Dat die communicatie is echt wel hoe je de mensen gewoon goed binnen kan krijgen. Ja. Oké. Okay. En jij doet dit eigenlijk vanuit een andere rol, de bibliotheek. Ik was daar in gesprek met vanuit de gemeente. Welke rol heeft de bibliotheek in zo'n netwerk? Hoe pakken jullie die rol op? Wij zijn onderdeel van het taalnetwerk Midden-Brabant. En in dat netwerk zijn we met het IDO ook bezig met die informatiepleinen. En die nog een naam of een vorm krijgen. Dat is ook weer afhankelijk van de vestiging, van de doelgroep. Maar we zien het wel als een soort van verbindende rol die we innemen. Ja. En ook om die vragen op het digitaal gebied te kunnen beantwoorden. En waarom is het zo belangrijk om echt te investeren in dat netwerk? Nou, ik denk dat we dan voor de lange adem kiezen echt. Dat je zegt van, nou, misschien kost het investeren tijd. En natuurlijk ga je in je eentje ga je sneller. Mm-hmm. Maar ik denk dat als we even de tijd nemen en even de pas op de plaats doen en even investeren in die pleinen, in die netwerken. Als je goed op de hoogte bent van elkaar, van elkaars aanbod, kan je mensen überhaupt al beter doorverwijzen. Je bent van elkaar op de hoogte, je weet wat er speelt, je weet waar je op kan aanhaken. Heel veel voordelen, denk ik dat het heeft. Ja, het is goed om elkaar echt gewoon te kennen binnen zo'n netwerk. Dat en weten wat iedereen kan bijdragen. Ja. Nu heb je natuurlijk allemaal verschillende locaties. Je hebt Tilburg,
maar vooral ook nog wat locaties daar omheen. Ja, we zitten in verschillende in 7 gemeentes met 15 vestigingen. Ja. En ja, ook, dan zie je ook eigenlijk weer dat ja, toch die aanpak op maat, dat dat wel een functie heeft. Dat je zegt van nou, in Waalwijk heb je misschien andere mensen in je doelgroep dan in Oosterwijk of in Berkel Enschot. Ja. Dus we kunnen ook niet zomaar uitgaan eigenlijk van één aanpak. Mm-hmm. Je wil echt zien wie wonen daar, wie zijn de inwoners die het nodig hebben. En daar willen we naartoe. Ja, en kijk het naar die inwoners. Met wat voor vragen lopen de mensen binnen? Lopen ze binnen of überhaupt? Nou, ik denk nu sinds het IDO dat de mensen echt wel veel ook met die digitale vragen aanbieden. IDO is informatiepunt digitale overheid. Ja, informatiepunt digitale overheid. Ja, dus dan hebben we die digitale vragen wel al vaak binnen. Mm-hmm. Nu ook door een samenwerking met het Elisabeth II Steden Ziekenhuis ook wel over die app dat mensen echt gericht binnenkomen. En ja, in het taalnetwerk zetten we op die spreekuren wel de vraag meer open. Dat we het echt op taal, digitaal rekenen doen. Okay. Dus er zijn eigenlijk nog 2 loketten eigenlijk waar mensen met verschillende vragen binnen kunnen. Ja, en worden ook mensen naar jullie toegestuurd? Ja, ook. Ja, ja, in sommige gevallen hebben we echt een goede samenwerking al. En dan hebben we ook gewoon eigenlijk een wekelijkse update van een lijst die wij dan kunnen bellen als taalnetwerk zijnde. Ja. Dat is echt vanuit het taalnetwerk Midden-Brabant. Okay. En vanuit het IDO zag je ook wel dat mensen ons echt al kunnen vinden. Ook bijvoorbeeld dat we een telefoontje kregen van het theater. Van nou, ik zie dat mensen moeite hebben met online de tickets te kopen. Kan het IDO daar niet ook wat in doen? Okay. Ja, dat is ook een hele waardevolle informatie. Ja. Dan weet je ook een beetje waar je ook als aanbod in kan zetten voor mensen om te leren. Ja, dus het is goed om dat echt in samenwerking te doen. Je gaf net al aan, het informatieplein dat jullie ook opzetten. Kan je daar iets meer over vertellen hoe jullie dat doen en wat een informatieplein inhoudt? Ja, we proberen echt op de pleinen, proberen we verschillende locaties rondom een IDO eigenlijk te bouwen, te genereren. Eigenlijk altijd in combinatie met het taalnetwerk. Ook omdat daar het sociaal domein in zit. Omdat we daar de buurtondersteuners hebben die eigenlijk heel veel het contact hebben met de mensen. Die juist weten wat er speelt in die wijken. En met hen proberen we eigenlijk een plein te creëren van spreekuren die relevant zijn voor die wijk. Okay. Dus dat is ook niet per se één per stad. Maar je gaat echt kijken van nou ja, als er in een stad verschillende wijken zijn die verschillende vragen hebben. Wil je ook op verschillende punten zo'n inloopplein ontwikkelen eigenlijk. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Ja, en allemaal verschillende organisaties zitten daar dus bij elkaar. Ja, er zijn een aantal kernpartners denk ik. Die je wel op de meeste plekken terug ziet komen. Maar ja, het kan zomaar zijn dat het plein in Waalwijk er anders uit gaat zien dan het plein straks in Loon op Zand. Ja, en dat in de combinatie met een taalhuis of een digitaal huis. Ja, ik vind zelf dat we die pleinen eigenlijk niet los kunnen zien. Dat we een IDO eigenlijk ook niet los kunnen zien van een taalhuis. Ook omdat je daarnet ook mooi in het schema die bouwstenen zag van ja, die geletterdheid en die gecijferdheid, die liggen toch ook wel onder die digitale basisvaardigheden. En ja, daarom willen we sowieso met hen wel dat plein vormen. En daarnaast zie je ook nog dat de formulierenbrigade, thuisadministratie, in sommige kernen ook sociaal raadslieden die al trouw eigenlijk aan de bibliotheek verbonden zijn. Dat sowieso ook al mensen zijn of partners zijn die mensen weten te vinden. Ja. Die wil je er ook eigenlijk bij hebben ja. Om met elkaar weer meer vragen op te halen. Ja, nou prachtig initiatief. Het is een mooi voorbeeld van hulp bieden, vragen beantwoorden. Maar ook vaardigheden aanleren. Dat was ook een van de punten van het stappenplan. Dus ook echt met elkaar kijken van wat draagt iedereen bij en waar gaan we voor met z'n allen. Is dat ook in, ja, zetten jullie dat ook in? Echt het doelen vormen en acties en dat ook monitoren? Ja, daar proberen we nou wel echt heel erg gericht op in te zetten. We zijn nu in verschillende plekken bezig. En in een van de wijken in Tilburg ben ik zelf ook nauw betrokken bij die start-up eigenlijk van dat plein. Mm-hmm. En dan gaan we brainstormen met de partners. Partners moeten zichzelf soms ook gewoon voorstellen aan elkaar. Wat doe je? Voor wie ben je er? Wat voor vragen zou je willen beantwoorden? Dus het is eigenlijk heel goed eerst dat we elkaar kennen. En daarnaast ga je ook samen met elkaar
ja, in discussie eigenlijk van hoe zie jij de functie van het plein? Welke doelgroep wens jij op het plein? Ja. Maar je wil wel met elkaar ook iets creëren van... Ja, we weten natuurlijk straks niet hoeveel mensen er komen. Mm-hmm. Je wil wel... niet de ja, je kan geen garantie bieden, maar je wil wel een soort van afspraken met elkaar kunnen maken. Van nou ja, ja god, ik ben er een weekje niet. Daar kunnen mensen heel erg tegenaan lopen. Okay. En je moet voorstellen dat als mensen net die drempel over zijn, ja, en ze worden op dat moment weer net niet geholpen, dat je meteen weer kwijt bent. Ja. Dus ja, daarom ben ik wel fan eigenlijk van dat je met elkaar een soort van intentie ook afspreekt. Van nou ja, we gaan het voor zo lang proberen. Dit is onze inzet. Waar we ook eigenlijk mee begonnen. Het is soms een lange adem. Het is intensief. Misschien zie je ook niet dat het direct iets oplevert. Maar ja, ik denk wel dat dat de bodem is die je moet hebben om zo'n plein wel tot een succes te kunnen maken. Ja, mooi. Heb jij nog een... ik zag ook wel dat er... We hebben het over stappen en we hadden over raderen in het stappenplan. Maar ik zie ook heel veel dingen nu... Ja, daarin terugkomen. Dat ook laat zien dat het niet een volgordelijk iets is, maar ja, je bent de een partner is misschien daar goed in en de andere weer daarin goed. En dat breng je bij elkaar. Heb jij nog een tip voor de aanwezigen hier, die hiermee aan de slag willen? Vooral dus eigenlijk dat je in plaats van in je eentje op die inwoner vliegt eigenlijk en die probeert te pakken en te enthousiasmeren, dat je dat community doet eigenlijk. Dat je dat in je netwerk doet. En dat je ze niet overal los gaat overspoelen. Mm-hmm. Met kijk, dit bied ik, maar dit bied ik, maar dit bied ik. Maar dat je in een soort van gezamenlijkheid dat kan vertellen. En ja, koffie drinken en een lange adem. En dat je ook kijkt van welke vaardigheid er ingezet moet worden. Die kan je... het is sowieso interessant als je heel veel diverse partners hebt. En blijf allemaal bij je leest wat dat betreft. Maar je kan ook als je elkaar traint, ook in wat jij weet en wat jij herkent bij mensen, kan je weer ook zo van elkaar leren en kan je elkaar juist goed doorverwijzen. Onwijs interessant. Dankjewel en voor het voorbeeld. Er komt hierna de kennissessie, wordt er ook nog allemaal informatie gebundeld. Alle aanwezigen krijgen daar ook een e-mail van. En ook het stappenplan wat jullie hebben gemaakt over het informatieplein zit ook in het pakket aan informatie. Ja, samen met die samenwerkingsafspraken eigenlijk. Ja, nou super. Ik denk dat de aanwezigen daar veel aan gaan hebben. Gea Mepsen, dus de beleidsadviseur van de gemeente Coevorde en wethouder Huizing van de gemeente Coevorde. En Tessa Persijn van de Bibliotheek Midden-Brabant hebben een inkijkje gegeven in hoe zij het aanpakken. Op het gebied van digitale inclusie en het combineren daarvan met de basisvaardigheden. In hun verhaal hoorde je eigenlijk al heel veel stappen terugkomen. Jennifer, wat vul jij op uit het gesprek dat ik had met Coevorde en ook met Tessa? Eigenlijk wat jij zelf ook al zei, dat heel veel onderdelen komen terug. En niet per se in de volgorde, maar het zijn allemaal onderdelen die samen zorgen dat je dingen in beweging krijgt. Ja. Wat in het verhaal van Tessa ook heel duidelijk naar voren komt, is als je inderdaad op het ene punt merkt dat daar iets beweegt of gaande is, dan heeft dat ook invloed op het andere punt. Dus als je in je netwerk gaat uitbreiden, dan zie je dat er andere vragen naar boven komen of dat er misschien een ander ondersteuningsaanbod nodig is. En dat vond ik heel mooi. Ja. En daarnaast dat het ook belangrijk is dat iemand dat wel gecoördineerd wordt. Dat vond ik ook mooi in het verhaal van Coevorde. Die heel duidelijk hebben gezegd, we gaan eerst kijken waar zit nou eigenlijk de vraag. Wie zijn de mensen die hier problemen mee hebben? Ja. En wie moeten we dus om tafel hebben om dat aan te pakken? En dat de gemeente zelf zegt, ja, wij vinden het heel logisch om daar dan ook in te coördineren en de regie in te nemen. En dat vinden we een belangrijke rol om op te pakken. Ja. En dat is natuurlijk zeker bij de aanpak van laaggeletterdheid is hoe dan ook al heel breed. Mm-hmm. En digitale inclusie is ook weer heel breed. Het is heel belangrijk dat je dat ook goed bij elkaar weet te houden. Ja,
Oké, en de, ja, ook het stappenplan is dus in de, ja, we noemen een beetje de digitale goodie bag, zeg maar, die iedereen krijgt na deze sessie. In het stappenplan staan ook, dus ook voorbeelden van gemeenten. En dat vinden we heel erg leuk. We krijgen heel graag voorbeelden binnen van gemeenten. Zeker. Zoals die van Coevorden en Breda en Pekela en Midden-Brabant. Ja. Die, die hebben ons ook ja, geïnspireerd om zo'n stappenplan te maken. Mm-hmm. Dus mocht er ook vanuit de aanwezigen denken, hey, ik heb ook voorbeelden hiervan die ik graag deel, dan deel ze dan vooral. En je kan altijd contact opnemen met een lokale adviseur als je aan de slag wilt met het stappenplan. Tessa, die net was, die had het al een beetje over dat ze veel kopjes koffie moet drinken in zo'n netwerk. Dus ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. En ik wil nog wel een mentie mee te doen. Nu de aanwezigen dit allemaal zo hebben gehoord, met wie gaan zij dan, ja, wat schiet in hun op van, ja, met wie ga ik nu een kopje koffie drinken om hier ook mee aan de slag te gaan? Dus we gaan nog even terug naar de Mentimeter. Dus pak je telefoon er nog een keer bij. En geef aan wie in het netwerk of nog niet in het netwerk, maar wie je erbij wil halen. Ga jij uitnodigen om een kopje koffie te drinken? Misschien het theater? Theater, ja, inderdaad. Ja, waar gewoon in de belevingswereld van de doelgroep komen. Of een collega binnen de gemeente of binnen je netwerk. Ja, een keer buiten de web kijken. Ja, precies. Heel belangrijk. Even kijken wat er al binnenstroomt. De KBO. Ken jij die afkorting? Nee. HBO. Misschien kan degene die dat heeft geschreven hem even uitschrijven. Ja. Basisschool. Ja. Ja, zeker. Ja. Werkgevers. Werkgevers, ja. Dat is ook, werk is een heel mooi punt om digitale vaardigheden en digitale inclusie ook aan te kaarten, hè, met je werknemers. Ja. Om in de context van je werk dat aan te pakken. Humanitas, ja, welzijnsorganisaties. Ja. Digipunt van de bibliotheek. Ah, de Katholieke Bond van Ouderen. Ah, ja, zeker. Echt. Nou, de Bond van Ouderen is zeker natuurlijk een plek waar mensen weten welke vragen leveren er. Waar lopen mensen op vast? Heel belangrijk. Manager en collega's, beleidsmedewerkers, de PCOB. Ja. Diaconie van kerken. Sociaal domein. Ja. Die beleidsmedewerkers, dat is ook een mooie. Een van de gemeenten die aan het woord komt in het stappenplan. Die zegt ook, we hebben het geluk dat we een kleine gemeente zijn. We zitten bij elkaar op de kamer. Ja. Dus de adviseur, de beleidsambtenaar die bezig is met laaggeletterdheid. Die zit bij de collega's van het sociaal domein. Dat maakt samenwerking heel makkelijk. Dan weet je goed van elkaar wat er speelt. Ja. Als je wat verder weg van, zit van elkaar, inderdaad, drink eens een kopje koffie. Ja, heel belangrijk. En nou, misschien dat dit ook weer ideeën geeft aan de aanwezigen van, oh ja, misschien dat is een keer een goede om naar te kijken. Zeker. Dus iedereen bedankt voor een inbreng. Ja, laten we nog even gaan naar een korte terugblik. Vandaag hebben we het gehad over digitale inclusie en de samenhang tussen de verschillende basisvaardigheden en digitale inclusie. Vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen en hoe zij zich verhouden tot digitale vaardigheden. We hebben het 8-stappenplan geïntroduceerd, digitaal voor het leven. En een beetje ingezoomd op het stuk bewustwording, netwerken en doelen stellen en monitoren. Het stappenplan is nu op onze website beschikbaar. Maar het zit ook in de digitale goodiebag die jullie nog ontvangen. Samen met het stappenplan voor het informatieplein van Midden-Brabant. en dan wilde ik jullie alleen nog wijzen op het evaluatieformulier. Met lezen en schrijven houden wij verschillende kennissessies. En we vinden het altijd onwijs belangrijk om te weten wat er goed ging. En wat misschien een keer verbeterd kan worden. Dus vul het evaluatieformulier heel graag in. Dan worden de kennissessies alleen maar beter.
Jennifer, bedankt voor je uitleg. En ook Tessa Persijn nogmaals. En de gemeente Coevorden. En heel erg bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat dit informatief was en dat het ook aanzet tot actie. En ja, gebruik allemaal het stappenplan. Maar mocht er nog vragen zijn, dan komen ook nog onze gegevens volgens mij in beeld. En dan kunt u altijd contact opnemen met Jennifer de Boer of met mij, Tim Groeneboom van Stichting Lezen en Schrijven.